Goedemiddag, heel fijn dat we hier bij u te gast mogen zijn. Ik zeg u, maar we hadden beloofd dat we zouden tutoyeren. Precies. Dus fijn dat je ons wil ontvangen. Helaas niet op de conferentie zelf. En helaas gaat de conferentie op zichzelf ook niet in fysieke zin door. We hebben heel lang geprobeerd dat wel voor elkaar te krijgen. Maar ja, door corona zijn we nu noodgedwongen dat digitaal te doen, zoals velen. Maar toch heel fijn dat we hier even met elkaar kunnen spreken. Ja, leuk. Welkom. Ja, bedankt. Het afgelopen jaar stond natuurlijk, zoals iedereen weet, volledig in het teken van corona. En dat heeft ook op gemeenten heel veel merkbare consequenties gehad. Naast dat veel gemeenten al wat problemen ondervonden rondom het sociaal domein, kwam daar bovenop ook de corona perikelen. En daar moeten we gewoon met elkaar samen uitzien te komen. En op welke wijze kunnen wij elkaar als gemeente en Rijk vinden in het strijden tegen corona? Ja, nou inderdaad. Het heeft natuurlijk voor ons allemaal de wereld op zijn kop gezet eigenlijk. En ik heb echt ook vol bewondering gekeken hoe gemeenten meteen hebben geacteerd. Hè. Dat is toch de overheid het dichtst bij de burgers. En zonder te vragen of te wachten zijn ze gewoon in actie gekomen. Dus hartstikke goed. We hebben denk ik ook heel snel elkaar opgezocht. Via de VNG, rechtstreeks, met wethouders, met burgemeesters. Hebben we gezegd, nou luister, er waren eigenlijk al een heleboel aandachtspunten. Ook financiële knelpunten. Nu komt dit er nog eens bij. Ja, op een gegeven moment kan het gewoon bijna niet meer. En toen hebben we snel vanuit het kabinet ook gezegd, nou wij vinden dat alles wat met corona te maken heeft, of het nou gaat over extra kosten die je maakt omdat je meer mensen nodig hebt, of inkomsten die je niet hebt, bepaalde belastingen bijvoorbeeld, die vallen gewoon weg. Hè. De toeristenbelasting is natuurlijk een bekend voorbeeld. Wij vinden dat gemeenten daarvoor moeten worden gecompenseerd. En we hebben dat in twee etappes gedaan. En we hebben echt fors geld beschikbaar gesteld aan de gemeente om hen te compenseren nogmaals. Om ervoor te zorgen dat in een toch al moeilijke tijd corona niet tot financiële problemen kan leiden. Het thema van de conferentie is vandaag besturen in turbulente tijden. Nu heb je zelf ook turbulente tijden meegemaakt, ook als minister natuurlijk in deze periode. Hoe heb je dat zelf ervaren, ook als bewindspersoon? Nou ja, dat zijn voor iedereen turbulente tijden, maar zeker ook voor iedereen die zo'n bestuurlijke functie bekleedt, of je nou wethouder bent of minister. Ja, ik vind, kijk, in het begin is het natuurlijk echt crisis, hè? Dus dat is alle hens aan dek en eigenlijk ook alleen maar de crisis. Maar gaandeweg, naarmate het langer duurt, is het en corona en ook een heleboel andere dingen. Want het land mag niet stilstaan, zou ik maar zeggen. Ik ben ook verantwoordelijk voor wonen, voor verkiezingen. Ja, dat moet ook allemaal gebeuren. Dus het is, ik vind het knap hoe iedereen in staat is gebleken met alle beperkingen die er zijn. Bijvoorbeeld het thuiswerken. Toch gewoon de boel aan de gang te houden. We hebben net herindelingsverkiezingen gehad. Die zijn heel goed gegaan, gelukkig. Een belangrijke testcase voor de verkiezingen in maart. Dat soort zaken. De bouwsector die gewoon doorbouwt, hè, ondanks coronabeperkingen. Ook heel belangrijk om ook daarmee bezig te zijn. Dus de kunst is toch een beetje geweest doorwerken. Voldoende aandacht, extra aandacht natuurlijk voor de crisis. Maar ook zorgen dat andere dingen er niet te veel onder lijden. En ik denk dat ik, ja, net zoals iedereen, het meeste mis. Dat je veel minder direct contact hebt met mensen. En dan heb ik nog, ja, bedoel, ik kom nog af en toe naar Den Haag. Ik heb nog de Tweede Kamer, ik heb nog Middenstraat. Ik ken mensen die echt nu al 9 maanden thuis achter een schermpje werken. Dat is echt heel zwaar. En daar heb ik ontzettende bewondering voor. Ja, die bewondering deel ik met u. En dat geldt natuurlijk ook voor de vele wethouders die nu eigenlijk maar heel moeizaam in contact kunnen komen met hun inwoners. En ik heb ook wel eens gehoord van ja, we zien het echt als een periode waarin we varen in dichte mist. We zien gewoon niet waar het schip gaat stranden. En we gaan dus nu ook naar die verkiezingen toe. We zitten halverwege de bestuursperiode voor gemeenten. Ja. Dat is een normalitere periode waarin je oogst en waarin je dus ook nu je successen gaat verwezenlijken. En dat staat toch allemaal een beetje op losse schroeven. Maar we gaan naar die verkiezingen toe. En dan wil je toch ook weer een positief verhaal gaan vertellen. Hoe kunnen we er nu ook met elkaar voor zorgen dat we dat positieve verhaal uitdragen naar buiten toe? Dat er voldoende vertrouwen vanuit de overheid richting de inwoners gewekt kan worden? Dat is aan de ene kant van de vraag. En de andere kant van de vraag zou zijn, hoe zorgen we ervoor dat we ook voldoende mensen bereid weten te vinden om weer dat ambt in te stromen? Ja, twee belangrijke vragen.
Ik denk, wat je kunt laten zien, hè, het vertrouwen in Nederland in de overheid is gelukkig vrij hoog. En dat heeft zeker niet geleden onder de coronacrisis. Ik denk dat mensen hebben gezien dat de overheid gewoon doet wat er moet gebeuren. Dan is er natuurlijk altijd discussie en altijd verschillen van mening. Logisch is ook alleen maar goed. Die overheid is er wel. En dat kun je dus laten zien ook aan mensen. En je kunt ook laten zien dat je weliswaar niet alles weet, maar datgene wat je wel weet, dat je daar zo goed mogelijk mee probeert om te gaan. Er hoort ook bij dat je ook zegt, ja, niet alles gaat in één keer goed. We weten ook niet alles. Maar we doen ons werk wel en we nemen onze verantwoordelijkheid. Ook de verkiezingen bijvoorbeeld, hè, de geslaagde herindelingsverkiezingen, laten zien dat waren 7 gemeenten die voor het eerst verkiezingen in coronatijd hebben georganiseerd. En die hebben dat echt hartstikke goed gedaan. Nou, dat geeft heel veel vertrouwen. En ook voor andere gemeenten die natuurlijk hetzelfde moeten gaan doen, maar dan op nog grotere schaal, voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. En hoe zorg je dat ook mensen betrokken blijven bij die politiek? Straks voor de gemeenteraad, ook voor het wethouderschap beschikbaar zijn. Ja, misschien toch ook doordat wij met z'n allen ook uitstralen dat het belangrijk werk is. Dat het heel hard werk is. Het is geen van 9-tot-5 baan, zou ik maar zeggen. Het is eigenlijk, als je eenmaal wethouder bent, dan ben je het 24 uur per dag. Maar het doet er wel toe. Wat je doet. En ook nu, hè, je kunt mensen niet direct bereiken, maar tegelijkertijd wel zoveel mogelijk toch ook indirect. Hè. Bijvoorbeeld, we vinden het bij alle gemeenten steeds belangrijker dat mensen echt aan de voorkant betrokken worden. We noemen het participatie, maar het gaat erover dat mensen echt goed mee kunnen praten, mee kunnen denken en invloed hebben op de besluiten die gemeenteraden nemen, die colleges nemen. Nou, die participatie kon natuurlijk niet op de klassieke manier. Je kon geen zaaltjes afhuren waar je 100 mensen bij elkaar kon brengen. Maar er zijn dus heel veel innovatieve manieren gevonden om mensen toch te bereiken. Toch mee te laten doen. En daar moeten we gewoon mee doorgaan. Ook straks, corona gaat ook weer over. Hè? Daar ben ik ook van overtuigd. We praten nu over de vaccins en over allerlei toekomstperspectieven. Maar juist die dingen moeten we toch vasthouden. Hè? Dus de goede dingen die het met zich mee heeft gebracht, daar gaan we mee door. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het wethoudersbestand een iets evenrediger afspiegeling is van de samenleving? Wat betreft diversiteit, maar ook het aandeel man-vrouw? Ja, het ligt voor een groot deel natuurlijk aan de politieke partijen zelf. Ik hoop dat alle politieke partijen daar ook mee bezig zijn. Ook kijken hoe ze daar rekening mee kunnen houden. Hoe ze meer een afspiegeling worden van de samenleving dan tot nu toe het geval. Want daar worden toch de keuzes gemaakt. Daar wordt bepaald wie er op de lijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daar wordt bepaald wie er straks beschikbaar zijn voor het wethouderschap. En daar kan inderdaad, dat kan nog wel beter. Ja. Nu horen we de laatste tijd ook steeds meer van een toename van agressie en geweld aan het adres van wethouders. En u doet er ook het nodige aan om wethouders daarbij te ondersteunen. We trekken samen op in het programma Weer bij Bestuur. Je komt met nieuwe regelgevingen omtrent verklaring omtrent gedrag en ook straks een risicoanalyse. Hoe zorgen we ervoor dat dat afbreukrisico en dat klimaat waarin je zit als bestuurder toch ook als een drempel ervaren gaat worden straks om in te stromen? Nou ja, misschien 2 dingen. Eerst de kant van de intimidatie en zelfs geweld. Dat is onacceptabel. Ik vind het heel belangrijk dat iedere keer als het gebeurt, dat het gemeld wordt, dat er aangifte wordt gedaan en dat we er altijd tegen optreden. Ik probeer ook altijd, als ik hoor dat het is gebeurd, contact op te nemen met mensen die dit is overkomen. En je kunt natuurlijk preventief zorgen dat mensen inderdaad weerbaar zijn. Dat we gewoon de goede maatregelen hebben genomen om het zoveel mogelijk te voorkomen. Maar de andere kant is dat het openbaar bestuur is ook een beetje een open huis. Hè? Dus heel zichtbaar. We hebben een voorbeeldfunctie. Dat is heel belangrijk dat je dus aan de voorkant ook echt jezelf ervan hebt vergewist. Hè, maar ook dat de raad straks ook weet dat je er alles aan hebt gedaan om te voorkomen dat er een integriteitsrisico is. Nou, daarom vind ik het belangrijk dat bijvoorbeeld die verklaring omtrent gedrag echt standaard wordt voor alle wethouders. Want integriteit, als je dat hoog in het vaandel hebt staan, dan geldt het ook voor jezelf. Ja, en wij hebben daarin ook gereageerd aan uw adres van zo'n verklaring omtrent gedrag is voor ook een momentopname, hè, bij aanvang van. En
Wat ons betreft gaan we ook de periode daarna samenwerken met elkaar om te kijken van hoe kun je nu dat gesprek ook levend houden aan de collegetafel. Hoe zorg je ervoor dat je met elkaar van gedachten wisselt over hoe willen wij besturen en wat betekent dat voor onze integriteit. Maar ook hoe gaan wij om met agressie en geweld en dat soort zaken. Nou, dat zou ik heel erg toejuichen als dat veel gebeurt in het land. Want inderdaad, het moet niet alleen maar aan het begin zijn. Maar het moet eigenlijk permanent de aandacht hebben. Hartstikke goed. Ja. We hebben net de eerste jaarrede van Marcelle Hendriksen als nieuwe voorzitter van de Wethoudersvereniging gehoord. En daarin gaf ze ook een doorkijkje wat wij komend jaar gaan doen als Wethoudersvereniging. En ook daarin de samenwerking met uw ministerie hebben. Op het terrein van onderzoek, op het terrein van ondersteuning en opleidingen, dat soort zaken. Wat wilt u de wethouders die nu zitten te kijken, zo richting de 200 wethouders heb ik begrepen, wat wilt u hen meegeven voor de komende periode, naar de verkiezingen toe? Nou, ik ben ook zelf wethouder geweest, hè, dus ik weet dat zo'n functie, die slurpt je eigenlijk helemaal op. Hè. Je bent daar dag en nacht mee bezig, er speelt altijd van alles. En toch is het belangrijk om ook af en toe even stil te staan. En even na te denken over hoe het eigenlijk gaat, of het lukt om je plannen te realiseren, hoe de samenwerking gaat, onderwerpen als integriteit waar we het net over hadden. En ook wat verder in de toekomst en ook een beetje aan jezelf te denken. Hè? Dus een wethouderschap is in principe voor 4 jaar. Je kunt daar natuurlijk het geluk hebben dat je misschien nog een keer wethouder kunt worden. Het is eigenlijk niet goed, hè, dat je zo hard aan het werk bent. Dat je helemaal geen tijd neemt voor opleidingen, persoonlijke ontwikkelingen, intervisie met een collega bijvoorbeeld. Maar daar moet je, dat gebeurt dus niet vanzelf, daar moet je echt de tijd voor vrijmaken. Anders dan knipper je met je ogen en dan zijn de 4 jaar ineens voorbij. Dus ik zou iedereen willen oproepen om daar toch de tijd voor te nemen. Ja, en nu hoor je nog wel eens discussies in gemeenten dat de gemeenteraad eigenlijk onvoldoende budget beschikbaar wil stellen. Of dat de gemeentesecretaris daar misschien nog niet echt gevoel bij heeft. Ik wil het niet te negatief maken, want er gebeuren ook heel veel goede dingen. Maar wat zou u tegen hem willen zeggen? Het zou toch haast ondenkbaar zijn dat een bestuur van een beursgenoteerde organisatie zich niet laat coachen of niet laat trainen. Wat is uw opmerking tegen die gemeenten die daar wat meer moeite mee hebben? Nou ja, ik zou zeggen, kijk, ook in je gemeentelijke organisatie, dus de ambtelijke organisatie, daar vraag je ook van mensen om zich te blijven scholen. Hun vak bij te houden. Dus eigenlijk die permanente educatie die we van iedereen vragen, ja, die geldt toch ook voor wethouders. Dus is het wel belangrijk om daar ook in financiële zin, maar ook vooral in tijd, om daar wel de ruimte voor te creëren. Dank u wel. Graag gedaan.